Wat is je highlight vanavond? Mijn wenkbrauwen hier. Ja, zie je dat? Is het aangezet? Ja. Oh ja, oh mooi hoor. Er is al meer aangezet, maar dat zie je niet. Wat zeg je? Er is al meer aangezet. Maar dat is ergens wat de zon niet schijnt. Succes! You left me behind. So cry me a river. I've lost my soul. Hoi, welkom bij een nieuwe Aarons vlog met Jens. Hallo. Waar zijn we nog onderweg? Naar Port Zeelanden. Ja, want inderdaad, Jens die moet daar show draaien vanavond bij Centerparks. Ja. En ik ga gezellig mee. Anders moet ik zo alleen. Ja, inderdaad. Dus ik ben benieuwd wat het zich allemaal gaat opleveren. Lukt het met de navigatie? Nee, wacht. Ik snap het niet. Even opnieuw. Stop. Want ik wil een mooie kaart. Een satelliet. Ja, dat wil ik. Och, dat is veel beter. Ja hoor. Anders snap ik het niet. Was het maar waar? Nou, 6 jaar later. Eindelijk zijn we er, hè? Maar er is geen plek en Jens ergert zich aan het feit dat er geen plek is. Maar... Oh, en dat mensen niet kunnen parkeren. Hebben ze hier geen personeelsparkeerplaats dan? Ja, blijkbaar niet. Waarom moeten wij hier bij de gasten staan? Ja, vind ik ook niet oké. Okay. Waarom is er geen diva-parkeerplaats? Nou, kom maar door. Schiet op, We zitten in het riet, met een kruidje in het riet. Hier is een plek. Ja! We zijn er! Hallo allemaal! Wat fijn dat je er bent! Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stam met je voeten. Meteen op slot, we zijn er hè! Oh, wow, het is echt vet! Ja, het is echt... Het is nieuw! Ja, het is een nieuw huisje volgens mij. Of het nieuw is, dat kun je altijd zien aan de wc. Het ruikt je naar urine. Zou er net al iemand... Kijk, dat vind ik nou jammer. Ja. Wat is dat? Het is een mooie toilet hoor. Dat is zo'n eendenbekje voor als je een spiraaltje krijgt. Oh ja. Oh, ik vind dat raam... Ik ga naar boven. Vind ik een beetje eng. Ja, gordijnen moeten dicht. Zometeen komt er een geest. Komt u mee? Kijk eens naar boven. Nog een verdieping. Ze hebben een make-up tafel voor ons. Oh echt? Met een föhn. Met een spiegelage. En jouw bed staat hier al klaar. Ja, dag. Oh, wat keuvelig. Oh, ja. Wat zie je? Met uitzicht op de zee. Oh, echt? Dus morgen vroeg kunnen we daar een shot maken dat ik daar als koningin Wilhelmina sta. Zo. Jens is alvast weg richting de factory. Daar vindt de show plaats. Extraordinario. En ik heb even bij de supermarkt wat boodschappen gedaan, wat lekkers gehaald voor straks, voor na de show, zeg maar. Dus ik knabbel nog even door en dan ga ik richting de Markerdome ook. En dan ga ik ze eventjes overvallen in de kleedruimte. Even kijken wat ze allemaal aan het doen zijn. En we hebben natuurlijk al eerder de show Extraordinario uitgelicht op de Eemhof destijds. Nu gaan we wat andere facetten, wat andere elementen uitlichten. Dus reden te meer om lekker te blijven kijken. Ja. Ik zou zeggen, ga maar mee op naar de factory. Hi! 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 Dit is niet voorbereid hoor jongens. Nee. Zijn jullie poezen al gepoederd? Poezen zijn gepoederd. Ja. Hallo, ja, daar is ze dan. Hallo dan! Martin is er, oh, ik ben er klaar voor. Is jouw poes ook gepoederd? Mijn poes is helemaal gepoederd. Helemaal leuk. Nou, dus één. Is gepoederd, anus gebleekt, tanden zijn gewassen. Wat is je highlight vanavond? Mijn wenkbrauwen hier. Ja, zie je dat? Is het aangezet? Ja. Oh ja, oh mooi hoor. Er is al meer aangezet, maar dat zie je niet. Wat zeg je? Er is al meer aangezet. Maar dat is ergens wat de zon niet schijnt. Succes! Dank u! People's eyes light up when they were close enough to touch the artists and animals. Contact was made to be by another.
online. Ja, zijn hoeveel, ja, we zijn online. Hoe vonden we het gaan? Het is fantastisch, hè? Jens, hè? Enig. Ik heb zelden zo'n hysterische show gehad. Ja. Hé, schat. Wij proosten op de piemels. Nee, we proosten op het leven. Oh. Ik doe mee. Ik zeg cheers. Ja, cheers. Doe maar niet. Nee. Doe maar niet. Hashtag Port zijn landen. Wat vindt Hans ervan? Niks van piemels. Wat wil je zeggen? Aram, even aan jou de vraag. Wat is de overeenkomst tussen een alcoholvrij bier en het beffen van je zusje? Nee, joh, vervalt me. Het is niet gerepeteerd, ik heb geen idee. Nee. Het is allebei lekker en toch klopt er wat niet. Oh, nee! God, Hans! We zijn weer terug in het appartement en Jens zit op de toiletage. Oh. Hi, is het gelukt? Zo goed als. Nou, we gaan lekker slapen. We gaan ons nestelen. Nee, hoe noem je dat eigenlijk? Ja, nestelen toch? Nestelen. Volgens mij wel. Hoeveel etages heeft deze appartement? 3. Nou, dan gaan we eens even kijken. Zo, ik ben vast boven, hè? Dat is goed. Oh, zo moe. Oh nee, wat is dit? Oh nee. Jens, die bedden moeten nog opgemaakt worden. Ik weet niet hoe dat moet, hoor. Kan jij dat doen? Moeten we dat zelf doen? Moeten we zelf doen. Kan jij dat doen? Ik weet niet hoe dat moet. Ik hoop niet, dat het nooit geleerd. Kijk, ik heb de bedden opgemaakt. Oh, wat goed, schat. Ja, dat is heel mooi. Vind je het mooi? Ik kan het zo niet. Nou, ik heb hier een masker. Ga je nu reclame maken? Nee, want ik heb het merk niet laten zien. Oh, goed zo. Maar, want ze hebben niet betaald. Maar, dat was een masker in zijn geheel. Ken je dat? Ja. Dus dat het in zijn geheel er als een soort stofje uitkomt, wat helemaal onder een goedje zit, zeg maar. Wat doe je? Ik heb hier een kluis, maar de sleutel is iets heftigs. Wat wil je in de kluis doen dan? Die hebben we toch helemaal niet nodig? Ik pak al onze negatieve energie en die stop ik in deze kluis. Oh ja, dat is een goed idee. Heb je nog zo'n masker? Want mijn huid is echt één grote teringzooi. Ja, in de badkamer. Oh, chill. En tada, Jens heeft ook een masker, maar die van jou is anders. Wat is er anders? Jij hebt een oplasmasker. Opplasmasker. Heb je net gepist? Ja. En dit is een opsmeermasker. Oh ja. Dus bij jou kan het makkelijk eraf? Bij mij wordt het hard en dan kan ik het eraf trekken en bij jou maar, is het al hard. Wacht even, want je doet de beauty tips natuurlijk in mijn radioprogramma. Iedere vrijdag. Van 3 tot 5, Aaron the On Air, Omroep Helmond, met Jens Beauty Tip. Heb je nou bewust, zeg maar, ik vind dat je heel veel vrij hebt gehouden bij je ogen. Klopt, dat is hele gevoelige huid. Dus okay. Je moet daar niet dat opsmeren en vervolgens eraf trekken, want daar kan je huid niet zo goed tegen, omdat het juist hele dunne gevoelige huid is rond je ogen, dus dat is niet verstandig. Nou, gelijk een tip in deze vlogage. We zijn puur natuur, naturel en ja, onze maskertjes zijn verwijderd. Mijn maskertje is eraf, ik heb even een hydraterende crème opgebracht, zodat mijn huid vannacht goed kan herstellen. Ja. Nou, ik wil nu gaan slapen, want ik wil optimaal, met de nadruk op optimaal, gebruik maken van het ontbijtbuffet. I know. En het ontbijt is tot 10:30 en dat vindt Jens te vroeg. Ja, 10:30, sorry, maar dat is voor mij nog midden in de nacht. Mag ik even vermelden dat ik mijn Lion King pyjama aan heb? Ja. Kijk. Oh, how sweet, how cute. How cute. Maar ik wil dus om. Ik vind het dan een mooie middenweg. Kijk, ik hoef niet om 8:30 te gaan ontbijten. Maar, ruik je door je huidcellen? Ja. Ik hoef niet om 9:30 te gaan ontbijten, maar 9:30 tot 10:30. Ik vind wel dat ik een uur. Ik wil wel een uur kunnen genieten van het ontbijt. Maar dat vind jij. Ja, 9:30 vind je dan... Ja, maar weet je, ik doe dat wel voor jou. Maar voor mij hoeft het niet, want ik pak 1 bordje en dan zit ik vol. Ik schep hoeveel keer op? Ja, 25 keer. En dan heb ik steeds honger. En dan ga je even scheiden om je darmen leeg te maken en dan ga je weer verder. Klopt. Ja, is echt zo. Maar ik wil er wel van profiteren natuurlijk, hè. Klopt.
Nou, ik zou zeggen, ja, welterusten, dat was het. Welterusten. Doei. Doei. Ja, goedemorgen, wat een prachtig uitzicht, hè? Nou, ik ben al even wakker, maar onze Jens, ja, die ontwaakt net. De veertjes nog in het haar. Goedemorgen. Hoi. Opstaan. Nou, we genieten nog even van het uitzicht, hè Jens? Op ons uitzwaaifoyer. Inderdaad. Oh. Kijk, dat zagen we vannacht niet, hè? Toen was het gewoon donker. Nou, het is hier wel heel mooi hoor, in Port Zeelanden. We zijn hier vaker op vakantie geweest. Het heeft een beetje een Frans uiterlijk, toch? Vind je niet? Ja, maar dit is nieuw en dat is oud. Dat? Ja, dat is oud. Ja, heerlijk. Ik zie allemaal dikke meeuwen op de schoorsteen zitten. Ja, dat zijn hele dikke meeuwen. Die zijn echt dik. Ja. Nou, het is net Spanje hier. Het is net toch? Spanje of Zuid-Frankrijk. Nou, we sluiten hier lekker af. We gaan lekker keuvelig terugrijden op ons gemak. En onderweg nog een versnaperingje hier. En dat peuzelen we dan lekker op. Dat peuzelen we dan lekker op. Een peuzeltje daar. Ja, nou, vergeet niet even te abonneren en te liken natuurlijk. Ja. Dat vinden we enig. Geef even een leuke reactie onder de video. Vinden we ook heel leuk om dat te mag lezen. Wel, ja, dat mag wel wat vaker. Ja, toch? Klopt, hè? Dat mag wel wat vaker. Mag wel wat vaker. Vinden we leuk. En dan tot de volgende vlog, zou ik zeggen. Ja, tot volgende week. Doei! You left me behind. So cry me a river. I've lost my